Oh, een lift? Oh. We hebben. What the Wat een fuck? knuis. Echt, joh. We hebben nooit een lift gebruikt in de hele game. Ik zie jou eens dat ik een metertje vooruit spring en je bent er al. Tiny Pingwings, wat leuk dat jullie kijken op mijn kanaal. Het is een YouTube-kanaal waarop video's worden geüpload van games. Yo. Heel veel wordt er niet... Ja, voor de mensen die nieuw zijn, toch? Oh. Nou moet ik jullie... Ja, ze kijken toch niet op Twitch? Het is een YouTube-kanaal. No shit, Sherlock. Waar kijk ik anders op? Het is voor randebielen bedoeld. Het zijn echt een paar debielen die kijken waarschijnlijk. En Tiny Pingwings, jullie kennen het allemaal wel. Maar voor de nieuwelingen onder ons, het kanaal. Er wordt veel geüpload. Maar om nou even te zeggen... Om nog te zeggen dat het heel veel toegevoegde waarde heeft. Het staat heel mooi op mijn thumbnails aan. Reviews, movies, vlogs. Nou, één keer in de 5 maanden neem ik de tijd om een oprouten vlog te maken. Want dat kost enigszins meer moeite. En mijn reviews voegen eigenlijk wellicht helemaal niks toe. Zijn zo niks zeggen als de pest. En Captain Bottom, degene die hier naast me staat en die je ook daadwerkelijk kan horen op dit moment. Ja, die carried eigenlijk gewoon het hele zooitje met zich mee. Want die, die weet wel een beetje hoe die kwaliteit video's moet maken. Maar dat maakt allemaal niet uit, want side bitch hoort erbij. Side bitch, daarom ben je Robin. Nou ja, kijk, weet je, ik bedoel, in alle andere games voelde ik me eigenlijk altijd het mannetje. Maar dit is eigenlijk de eerste game waar het voor mij wel heel, maar dan ook echt heel erg anders voelt. Want jij weet ook echt alles... uit deze universe en ik weet eigenlijk precies niks. Dus daar gaan jullie ook wel een beetje achter komen, dames en heren. Maar abonneer natuurlijk even op beide onze kanalen. Dat zou heel tof zijn. En dan gaan wij gewoon... Mijn kanaal staat helemaal onderin. Ja, het is gewoon een normale gang van zaken als je het mij vraagt. Maar volgens Captain niet. En ik sta altijd bovenaan. Jawel, maar ik zet jou graag bovenaan. Weet je, ik jou ook wel of zo. Niet. Maar het is gewoon niet de manier waarop... Ja, ik zag al helemaal aan je thumbnail dat het al helemaal weer verkeerd ging. Dus het is bullshit bij jou. Die thumbnail was... was gewoon compliment naar jou zeggend over wat jij van jezelf vond en wat jij van andere mensen vindt. Ja, maar jij, ik weet ook wel dat jij bent een gespierde dude en de rest die alle moeite doet, dat zijn de nerds. Je zat ook in een schuurtje, zat je dat? Ik had je ook in een schuurtje weggezet. Ja, ik had een villa. Zat. Ja, ik weet niet wat je allemaal had, maar wat ik wel had is hoofdpijn. Ik ben al op location, dus je moet undetected weer iets uit. Nee, maakt niet uit. Hier, kijk, 3, 2, 1, gedaan. We kunnen door. Is dat het al? Zijn er geen enemies of shit? Oh nee, jawel. Oké, okay, ik was er al. Oh, wacht even. Hoe gaan we dit doen? Okay. Jij kan hacken. Ja, I know, maar ik ga het gewoon even wat slimmer aanpakken. Ik sta een beetje te kijken als een lompe koe, maar... Ja, dat mag ook. Er is niks te vechten of zo. Guys, I'm assassin. Check me out. Check me out. Check me uit. Zo, uit en... uit. Oké, klaar. Secret Identity 3. Oh shit, sorry GCPD, ik moet weg hier. Nee, sorry man. Dat was de GCPD, fuck, je man hier. Je hebt gewoon, godverdomme. Je hebt zelfs gewoon je hebt fucking een shirt aan van de GCPD, man. Ja, dat klopt, zeker weten. Dat is normaal. Maar ik wist niet dat het de GCPD was. Het staat fucking groot bovenop, oh my god. Kijk hem kijken dan, what the fuck is er gebeurd? Oh nee. Man! What the fuck? We gaan weg hier. Wat kunnen ze hier doen? Wat kunnen ze hier doen? Weet ik niet. Dat was kunnen jouw we, we kunnen ook, dat is ook in de, we gebruiken trouwens onze motors helemaal niet. Nee, fuck die shit. Ik kan vliegen. Waarom wil je een motor gebruiken? Het enige positieve is, als ik een motor gebruik, is dat ik echt mijn juicy ass kan zien. Maar verder doe ik het inderdaad, ergens voor. Dat is het enige positieve wat eraan is. Maar Maar ik heb nu een pak aan dat ik niet echt mijn juicy ass kan zien. Dus ja, ik ben toch wel geneigd om weer terug te vallen op het oude pak. Mm-hmm. Ook al, je moet doen waar je zelf zin in hebt. Ja, I don't know. Ik vind deze ook wel vet hoor, maar dat zeg ik. My ass. I don't have an ass in this. I don't have an asshole.
Everybody has an asshole. Ik ben weer trouwens. Zo. So. Oh, dat was eigenlijk niet zo heel grappig. Words? Dat was eigenlijk niet te grappig. Nee, dat was helemaal niet grappig. Maar nee, ik dacht, ik ga wel lachen voor de pijnlijke plaatsvervangende schaamte die ik, die ik kreeg. Ik snap het. Het gaat er waarschijnlijk in blijven bij jou. Nou, helemaal leuk. Ja, okay, hier, hoppa. Woe! Oh, je was nog steeds eerder. Je bent wel net iets sneller, maar ja. Like always. Hey, een kissie. Een kissie? Ja, dat ik voor je leven. Leven 7? Wat de hel? Ik kreeg 7 levens. Ja, 7. Ups. Moeten we wel eentje gebruiken, want ik was pas op de helft. Oh, oké. Okay. Medical dramas. Zombie of zo? Oh, dat is geen zombie. Oké, okay, nou, hij is Nokkie. Oké, okay, we hebben er één. Oh, clay samples. 1 van de 5. Moeten we die hebben? Oh, clay? Oh, pik! Is dat? Dat is dat clay. Clayface? Clayface! Fucking Clayface! Ja! Nice! Hoe ken jij Clayface? Omdat het de eindbaas... Ja, dat was de eindbaas van... Batman... Batman. Arkham City, toch? Niet Arkham Knight, maar Arkham City. Nee, het was Arkham Knight. Nee. Niet Arkham... Ja... Weet ik veel. Maar hij deed zich voor als Joker en toen ineens dacht hij van, what? Ja, het was geen Asylum, want Asylum was met de Nee, Joker nee, Asylum, zelf. Maar die kon ik om een of andere fucking reden ook niet uitspelen, dus ja. Fuck, een goede game. Maar ja, Clayface ken ik. Ook alleen maar van de een dat... dus het is niet allemaal... Ik ken hem van de tekenfilms in de films zelf. Ja, ik ken hem inderdaad, maar ik ben blij dat je een character eruit kan pikken die je kent. Ja, ik ken wel meer hoor, stiekem. Scarecrow ken ik. Oh ja, Scarecrow. Die was ook een groot in de Arkham Knight natuurlijk, omdat hij heel de stad overnam, weet je dat nog? Mm-hmm. Ja, dat weet ik zeker. Ik heb de game 3 keer uitgespeeld. 3 keer? Ja, Arkham Knight. Ja, nee, ik 1 keer. Nee, ik 2 keer, want zeker 3 keer. Zeker. Zo. Fuck, ja. Fanatiek. Ja, natuurlijk man. We hebben gewoon een keer het bloedgeil van die game. Oké, hebben we nog meer Clayface shit? Nee, we moesten... Ja? Oh my god. Is ook leuk. Probeer hem te pakken, misschien kan je iets kan je hem ondervragen of zo. Wacht, ja, zoals proberen? Nou, het kan nog niet. Misschien nu? Kan het niet. Ja? Kan je hem ondervragen? Team up attack, team up nu! Ja, doe eens, ik weet niet wat ik moet doen. Hoe deed je dat? Ik team up attack, kun je niks? Oh! Wat is dit? Ja, ik zie het. Nee. Hey, something in the clay. Maar okay. Pik. Ik weet niet wat die team up attack. Ja, zie je nou? Dat bedoel ik. Ik snap het ook niet. Nee. Team up attack. Ik dacht, ja, zal al. Ja, misschien gebeurt het nog ooit. Moet dat? Nu? Nou ja, ik zie fucking groot een icoon dat we dat kunnen doen. Voor de story. Ik weet niet of voor nog de meer. Clay. Ja, dat is voor clay, denk ik. Hetzelfde is dan. I don't know. Oké, team attack, wacht even. Pak hem. Ja, heb je team attack? Oké, wacht. Ja, kijk. Ja. What the fuck? Wow, hoe doe je dat dan? Ja, gewoon kruisje drukken. Ja, is dat? Oh. Nu? Nee. Nu kan je pakken, nu. Ja, nu kan ik het doen, kijk. Yes. Zo! Is hij dood? Lekker pik. Ja, hij is Nokkie. Oké, lekker. We weten hoe het moet. Oké, we weten hoe het dus moet. Je moet gewoon dus je moet kruisje ingedrukt houden, jij. Toch? Ja. Goed. Dan werkt het. Nice. Oké, dan gaan we nu door met de storyline van... Pik. Dan gaan we naar dat gele gebouw, hè? Ja. Goeie. €1,99. Yes, daar zijn we. Nou, Court of Owls, dan gaan we door. Wat gaan we krijgen? Oh, wat? Zo? Wat doe jij van special? Ik heb geen idee, pik. Je hebt iets van Assassin's aan en je bent opeens een of andere... Wow! What the fuck is dit voor duistere shit? Pik? My god! Wil je nog een schietgebedje doen? Want ik denk... Oh my god, what the fuck, ouwe. Ik denk dat we hier iets gaan krijgen van... Iets grappigs. Oh, wat is dit?
Kun je scannen? Oh, scannen. Letterbox. Hmm. Wie is dat? Ik denk dat hier gewoon een zieke trap uit gaat komen weer, denk je niet? Ja, zo, dat zou je, je zou het bijna denken, hè? Ja, ik heb hem. Hoe dan? Lekker man, alles in één keer. Yeah. Fuck die shit, yeah. Je kent het hier. Captain God en de puzzel uit. Ja, je weet het, yeah. Lekker pik. Ja toch, allemaal uit het koppie. Dat doen we lekker zo. Moeten we hier nou gewoon helemaal weg dan? Ik hoop het. Ik voel me helemaal niet lekker hier. Nee, ik ook niet. Puzzelen. Ja, we mogen weg hier. We're going. En daarna moeten we naar de Belfry. Oké. Krijg je punten? Kom maar met die punten. Zie je, daar gaat de missie verder, zie je dat? Ja, faktisch. Oh, we hebben wat gekregen, zie ik. Iets van level 11. Wat? Iets zag het staan? Ja, nice. Een shoot, of niet? Wil je naar de construction site? Naar het bouwvakkersplaatsje daar? Voor, ik ga even kijken. Voor in the shadows. The court went to the great lengths to halt construction at the Chelsea tunnel. Investigate the construction site to uncover what they've been desperate to... Dus ze verstoppen daar iets. The court of the uilen. Het klinkt alleen maar slechter en slechter. The court of the uilen. Oh, ja. Niet de Belfry nog? Nou ja, we zijn daar toch niet lekker mee bezig, denk ik. Okay. Ja, dat is cool. Ik bedoel, het zijn niet de leukste missies, maar... Nou ja, het is wel op zich, ik vind het op zich wel leuk. Hey, een, iets om te verzamelen, pik. Ik zie hem, ja, zie hem, kom eraan. Een batarang. Ik weet niet of er enemies aanwezig zijn, maar... Kom eraan. Waar de fuck is het dan? Oh, hier. Reach the entrance. En is dat beneden dan? Ik bedoel, ziet er wel zo uit, ja. Of niet? Ik weet het niet. Ik ga het eens kijken. Ja, ik denk het wel. Ja, ik heb een omslagpunt. Oké, ja, oké. Is dat deze deur dan of zo? Ik weet niet. Nee. Het zal wel secret zijn. Dus ga daar een geheime doorgang. Of het zal wel echt boven zijn, ik kan ook. Ik weet het niet. Oh! Wacht eens. Waar kan ik daarin? Yes, hier heb ik. Oh, goed zo. Oh, kut. Maar ik klik er wel af. Denk ik hoor. Ja, het zal wel. Oh my god. Ik weet het anders ook niet. We miss you, buddy. En wie de fuck is er dood? The bad. Mijn onschuld. Oké, we gaan door. Mijn onschuld. Ja, ze zou het ook. Oh! Jeetje, we gaan echt gewoon de diepte in, gewoon. De diepte. Very nice. Continuous. Woord. What the fuck gebeurt hier allemaal, hoor? Best diep, ouwe. Man. Nightwing, je hebt ons tot nu toe nog in één keer geholpen, dus hou gewoon je bek. Oh, ik kan wel teleporteren niet gebruiken hier. Oh ja, ik kon ook niet vliegen, waarom niet? Bullshit. Wow, dit is wel heel vet dit, ouwe. Het ziet echt wel nice uit hier. Ja, goed dat we hier even langskomen, toch? Oh, wat is dit? Oh! Oké, nou, lees het maar. Nou, dit hoeft niet op pauze te zetten, denk ik, het was best kort. Maar gewoon die shaders, gewoon die kleuren en zo, hoe ze dat hebben gedaan? Netjes? Ja, dit hebben ze netjes. Ja, dat is zeker netjes. Is dat wat? Nee, hier is verder niks bijzonders. Oké. Okay. Slijmvlakplek. Hoppa. In de DM's. Ja. Hoppa. Hop. En dan gaan we weer verder.
Waar gaan we allemaal naartoe houden? Ik weet het niet. Ja joh, dit gaat alle kanten op joh. Echt zo. Niet zoals je reviews zit, het is wel wat iets meer zeggend. Wow! Je ben jij! Hey. Waarom zien we jou? Ja, eindelijk, hallo. Ja, de fame man. Ja, echt heerlijk. Het is tijd. Yo, what the fuck? Dude! Weet je wie dat is, pik? Dat is Scarecrow. Nee joh, gek. Oh. Ja, ik weet het ook niet. Wow. Zombie! Sondini. Oh my god. Oh, ik dacht alleen jij gaat vechten, ja. Oh shit. Ah nee, niet weer zo'n één. Evade Fury allows enemies to repeatedly dodge attacks and abilities. Break an enemy's evade Fury with area of effect. Dus area. Oké, dus je hebt verschillende area of effects, maar een heavy range attack werkt erop goed. Dus heavy range, dat stunt hem daarmee een beetje, zeg maar. Ja, oké, nice. Ho, maar ho, mag ho. Dat, oh, ik wou zeggen, mag dat hele vak van uitleg even weg, want ik zie geen reet. Echt, hè? Oké. Nou, dan weten we ook een beetje hoe we die enemies moeten verslaan. Ja, echt. Heel vervelend. Die gasten die elke keer over ja, maar ik denk als je het, eenmaal weet. Ja. Ik loop gewoon door jou heen alsof je niks bent trouwens. Ja, zoals gelopen. Niks nieuws. Wat is dit voor plek, dames en heren? Even serieus. Kijk eens waar de fuck we zijn. Dit had ik niet verwacht onder Gotham. Inderdaad, ik denk dat we hier naartoe moeten. En ik moet wel bang. Ik ben wel nu een beetje bang dat het ooit wel een keertje fout gaat met Gotham. Dat er een keer een vette aardbeving komt, dat alles naar beneden zakt. Met zo'n dikke holte. Echt hè? Tering. Is gewoon de Batcave 5.0. Oh! Oh. Flikker naar beneden. Wat ben ik nou? Oh. Wacht even op mij, pik. Hier is de content. Hier is de challenge. Even kijken wat hier is. Misschien is er nog een secret. Oh, jij mist een secret! Nou, en we zien een kist. Ik blijf hier. Wow, allemaal shit en wat? Zoveel meuk. Een draak zeker, hè? Wat? Een draak? Dus ben ik met Journey to the Savage Planet. Oh, ja. Pik! Je moet. En nog een kist. Yeah. Allemaal kisten, ja? 11, 11, nog wel. Ik weet niet wat het 11 moet betekenen, maar ik heb hem wel. Ah, dat valt weer. Oké, ik leef nog. Nee, ik ben er nog. Ik blijf gewoon hier, dames en heren. Nog genoeg kisten komen op mijn weg op. Ja, ik mag het hopen voor je. Zo, kijk nou wat een constructie, man. What the fuck is dat? Is dat de Black Pearl van de Pirates of the Caribbean? Oh nee, dat is een hijskraan. Laat maar. Oh, moet hij hier naar beneden, I guess? Ja. Hoppa. Pokdood. Game over. Wat? Ik weet niet wat we Waarom lopen doen. We? Ik weet het niet. Ik zie crashen. Oh god. Hey. Doe normaal. We gaan normaal. Nee, fuck die shit. Ja, wow. Natuurlijk. Morgen. Scarecrow, daar gaan we. Wat fuck die Scarecrow. We zijn er meer. We zijn er godverdomme weer. Hallo, ik word geneukt hier. Ik ook even. Wat een kutte feets. Ik heb hem. Hier, team attack. Ja, ook, kan cool. Het niet? Oh, dat kan niet. Oké. Okay. Kan het niet? Oké, okay, jammer. Weet je wat ik ga doen? Ik vind ze zo irritant. Hier, oh. Wat, special. Ik open mijn menu. Oh. Lekker handig. Wat, Chinees? Maatmenu? Wat wil je? Ik wou, oh, shit. Ik heb er al twee. Nou ben je geblokt, hè, bitch. Zo, oh, dat hem al. Ja. Dat werd tijd. Oké, waar gaan we nou heen? Oh, fuck, ik flikker bijna. Waar ga jij heen? Ja. Kijk, een kist! Oh, een kist! Een kist! Een kist! Open die handel! Wat zit erin? Kut van je moeder! Nice! Nice! Vagina ballen! Voor 5 euro! No! Waar gaat het heen? Ik weet het. Oh, moet hij naar boven? Oh, voilà. Ja, shit. Zo. Maar ik weet oprecht niet letterlijk en figuurlijk waar het heen gaat. We hebben echt al wat afgelopen. Ja, de beste mijn.
Ja, echt. Oh. Oh, hier. Oh, oké, okay, kunnen hier dingen scannen, zie ik? Ja. Wat is het allemaal van meuk? Analyzer. Je ziet daar nog een kist, pik. Oh ja, kist! Hoppa! Yeah. Oké. Okay, find excavation research, een van de drie. Oh, okay. Ze hebben al iets leuks gevonden. Ja, nee, je moet hem wel scannen, pik. Ik scanne ze. Ja, normaal niet. Nu heb ik hem pas gescand. Oh. Nu hebben we twee van de drie. Oké, okay, waar is de laatste dan? Ja, weet ik niet. Hallo. Die deur is op slot. Ja. No shit. misschien is het beneden. Oh, hier ligt er die meuk. Oh. Ja, hier. Hier moet ik eens scannen. Oh ja. Hebbes. Search the main level. Oh, nu kunnen we de deur openen. Oh ja. Goeie. Oh, zit hier een kist? Nee, waarom zouden ze hier zo'n inhaal maken als er geen kist ligt? Oh, een lift? Oh. What the fuck? Echt chill. Dat nooit een lift gebruikt in deze game. Ik zie jou eens dat ik een metertje vooruit spring en je bent er al. Ah nee, niet weer. Oh. Jij kan het. Jij kan het. Blijkbaar. Ja, kom even helpen mee, man. Ik kan het niet. Wat is dit voor machine ook? I don't know. Wauw. Ik heb allemaal datums en shit. 12 november, 16 juli, 11 mei. 16 juli? Ja. Mijn verjaardag. Ja, mijn verjaardag staat er ook tussen, pik. Hey, nice. 12 november. Hey. Min 11. Investigate. Wat gaan we nou weer doen? Which sample should be placed in the extractor? Met z'n al. Ja hoor, hoe dan? In één keer, je kent me toch? Ja toch? Het slaat nergens op. Wat slaat niet op? Ik ben gewoon bij de GCPD. Oh, ik ben gewoon die probleemsolver. Captain Gotham, je kent me. Yeah, goal, nou, we gaan. Progressie. Juist, progressie. Oh, hier kun je nog iets scannen. Wat? Zie je dat? Gescand. Oh ja. Uit. Zo, dat is een best oud stukje oor. Hey, een kist. Wat is dit? Als je het wil lezen, children, zet op pauze, want ik ga gewoon door, je kent me. Progressie maken. Ja, zonder mij is er geen progressie, je merkt het. Inderdaad. Maar wel, moeten we weer helemaal terug, hè? I guess so. Moet je dat ook nog scannen? Nee? Nee, oké. Okay. Zo, dat ging maar net goed. Ik weet niet waar we... Hey, lift! Nee. Moeten we niet terug? Ja, gaan we zo maar goed. Godverdomme terug. Ik weet het, I don't know. Nee, moeten we niet terug? Ik denk dat we gewoon zo moeten, toch? Oh! Haha! Ik wacht wel even op jou. Oh, je ja. Bent er maar wacht. Oh. Tiny Pingwings. Volgens de captain is het tijd. Captain is vadertje tijd. Ik wou net die deur gaan openmaken, maar ik ben tot een halt gezet. Abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer weer terug. Later! Doei! Oh, mooie poosje nog. Perfect getimed.